Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. Intussen is dit de 77ste aflevering. En wat doen we? In dit programma brengen wij u informatie, we geven u adviezen en updates over de COVID-19 pandemie die nog steeds raast en tiert in de wereld en ook in Suriname. En dat is dus duidelijk te merken aan de stijgende lijn van het aantal positieve gevallen. Ik ga vandaag direct naar mijn gast en dat is mevrouw Virginia Azin Oosburg. Zij is ex-director of Surveillance, Disease Prevention and Control, CARVA. En vorige week was mevrouw Azin al gast hier. En toen hebben we ook uitgelegd waarom wij dus deze presentatie doen of dat programma doen zonder mond- en neusbedekking. Dus nu ga ik weer mevrouw Azin de gelegenheid geven om aan te geven waarom wij dat doen. Vooral ook omdat we social distance in acht nemen. Mevrouw Azin, welkom. Goedemorgen, yes. En bedankt. Fijn dat ik er weer mag zijn. Ja. En ik hoop dat het ook weer zo'n leuk gesprek wordt als de vorige week. Laat me beginnen om de mensen te laten zien dus dat ik mijn mondbedekking, mijn mond-neusbedekking bij me had. Omdat, mag ik 2 minuten van u stelen? U mag. Absoluut. Ik wil namelijk een primeurtje met ATV delen. Geweldig. En ik hoop dat jullie me toestaan om dat te doen. We hebben gisteren allemaal geluisterd naar de president. Ja. En de president heeft het gehad over een aantal protocollen. Right? Yes. Dus de protocollen die er zijn gezet, die geven ons nou richting hoe we bepaalde dingen moeten doen. Vorige week hebben we al even aangegeven hoe belangrijk het is dat we dit... Dat we ons moeten houden aan de regels, ja. Mond-neusbedekking op, afstand bewaren, ventilatie en goede handhygiëne. Ja. Hetzelfde is hier gebeurd. Mm-hmm. Maar ik wil het een stapje verder brengen. Hoe brengen we de protocollen waar de president gisteren over heeft gehad, hoe brengen wij dat in de praktijk? Mm-hmm. Ik ga het eerst illustreren met een voorbeeld. Okay. U weet wanneer we geweldige... meetings hebben, we hebben misschien een conferentie, een congres, een vergadering en je hebt hoogwaardigheidsbekleding, dan moet je je houden aan protocol en je stelt mensen voor, ja. Volgens protocol. Nou, ik denk dat wat we gaan introduceren vandaag is de COVID-19 competent protocol. Mm. COVID-19 competent bedrijfsvoering bij ATV wanneer het gaat om gasten in het programma. Ja. Wat je dan doet, is dan het protocol omzetten in procedures, standaardprocedures, waar we vorige week ook over hebben gehad. Dus het protocol is, de richtlijnen zijn gegeven, we weten waar we ons aan moeten houden. Mm-hmm. Dat moet nou worden vertaald in, hoe gaat ATV nou om met gasten die komen? Nou, yes. Wat wordt jullie standaardprocedures? Mm-hmm. Standaardprocedure wordt... Voordat de gast komt, krijgt de gast een hele mooie informatieberichtje van ATV. U komt bij ATV, dit zijn onze COVID-19 richtlijnen. Kunt u zich houden aan dit. Wanneer u komt, kan u dit verwachten. En we verwachten wanneer u er bent dat u dit doet. Okay. Wat dit is, dat is. Gaan we opschrijven. Ja. Nou, dan heeft de persoon die komt de informatie, die weet al, hier moet ik me aanhouden. Dan komt de persoon nou hier aan, de persoon bij de poort stopt, wordt ontvangen door de portier. Dan is de procedure daar dat je temperatuur gemeten wordt, gecontroleerd dat je je mond-neusbedekking op hebt. Mm-hmm. Je komt door naar binnen, wat is verder de procedure? Je zorgt ervoor dat je aan de handhygiëne houdt. Je komt door naar binnen en ATV heeft ervoor gezorgd dat jij als gast beschermd bent, de ventilatie is geregeld. De oppervlakken zijn ontsmet en wij zorgen ervoor dat, mocht het zo zijn dat we dichter bij elkaar waren, dan hadden we wel netjes ons gezichtsbedekking op. Maar omdat we de afstand van meer dan anderhalf, bijna meer dan 2 meter kunnen bewaren, kunnen wij veilig onze mond-neusbedekking afzetten. Ja. Dus dat wordt nou de standard operating procedure voor ATV bij het ontvangen van gasten voor de ATV-programma's. Geweldig. Dat is in praktijk, en vorige week hebben we het ook erover gehad, hè? Je moet de mensen de gelegenheid geven om gezond gedrag te kunnen hebben.
Mm-hmm. Protocollen is één, dat zijn de richtlijnen. Mm-hmm. Maar wat worden nou de procedures? Hoe moeten wij ons nou gedragen? Dus een beetje lange omweg van de vraag om het uit te leggen. Maar we hebben ons werkelijk gefocust. Kunnen we de afstand bewaren? Kunnen we de afstand van ons ook tot de cameramannen en de rest bewaren? Ja. De ventilatie is gegarandeerd. Achterop staat helemaal open. En hier ontsmet en de procedures bij het binnenkomen. Geweldig. So, by this we established the COVID-19 protocol. Protocol is established. Ja. En voorstel is om het gewoon bij elk programma te zeggen, zodat mensen weten. En dan wordt het een gewoonte, zodat na verloop van tijd hoef je niet het hele verhaal te vertellen, want dat duurt 2 minuten. Maar dan zeg je gewoon, wel, dames en heren, COVID-19 protocol is gevestigd. Ja. We zijn in Suriname, is gevestigd. Ja. En dan weet na verloop van tijd iedereen wat dat inhoudt. Want eigenlijk, het enige dat ik zou kunnen doen, u weet intussen wat het protocol is bij ATV. Ja. Dus nu is het protocol gevestigd. We kunnen beginnen met het programma. Dank u wel. En wat we dan hopen is dat andere bedrijven of organisaties dat overnemen. Precies. Want zo werkt voorlichting, hè? Precies, precies. Maar dat is ook de rol van de media. Ik heb in mijn werk heb ik altijd met de media gewerkt. Want als deskundige werk jij, je maakt plannen, je schrijft plannen, je maakt programma's, je vertaalt die programma's. Maar je hebt een medium nodig die ervoor gaat zorgen dat die informatie de massa bereikt. Ja. En welke organisatie doet dat? Absoluut. Dus de bal is in jouw prominente, want ja. Visueel, wanneer mensen dingen zien, blijft het ze ook langer bij. Ja. Hè? Dan wanneer alleen maar horen, dan kan je aandacht afgeleid zijn. Maar wanneer je het ziet, dan... Wanneer je het ziet, je hoort het. Ja, je ziet het ook in de praktijk, dan wordt het makkelijk. Want nu zien ze in de praktijk wat het protocol zegt, uitgewerkt in de praktijksituatie van ATV. Ja. En net wat je zegt, laten anderen het goede voorbeeld overnemen. Absoluut. Dus kijkers, het protocol bij ATV is gevestigd. Bedankt voor het COVID-19 protocol. Wij zijn eerste mediabedrijf en nu hebben we een standard operating procedure in place gezet. Dus daar zijn we heel erg blij om. Want belangrijk is, we zeiden het de vorige keer al, u moet niet kijken van hey, deze dames hebben geen mond- en neusbedekking. Nee. Wij hebben de zaken in acht genomen en daarom doen we dat. Maar als u op straat bent en u gaat in de menigte, zorg ervoor dat u beschermd bent en dat u ook uw omgeving beschermt. Maar laten we even gaan naar de website van COVID-19. Want we zien dat het aantal positief geteste personen, actieve gevallen, nu op 785 is. Intussen zijn er... meer dan 2000, we zitten al op iets van 2050 of meer, mensen positieve gevallen. Want eerst had ik het over de actieve, maar die positieve gevallen zijn de 2000 reeds gepasseerd. We zien dat intussen zijn 1674 personen genezen verklaard en 2489 zijn positief getest. En we zien dat het men, want nu werkt men met eigenlijk 24 uur en 48 uur tijdsintervallen. En in de laatste 24 uur zijn 219 mensen getest. Maar wat we ook leuk vinden, en daarover had u het ook, hè, mevrouw Assin. Als we even naar onder gaan, dan zien we de verschillende districten met de mensen die daar... Nee, meer naar boven. Kijken we dan naar de... Ja, daar hebben we ze. En we zien dat Paramaribo blijft aan top, hè? Veel mensen die positief getest worden in Paramaribo. En dan gevolgd door Wanica. Wat zegt dat u? Net wat ik de vorige keer zei, hoe ik het gebruik is, ik woon in Wanica. Ja. Dus dan zorg ik ervoor dat niet alleen voor mezelf, mijn familie, voor mijn omgeving, de mensen in mijn buurt, dat ik ervoor zorg dat ik de mensen echt gericht aangeef. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, ik zou aan mijn buurvrouw zeggen, Lekutega, woyo. No, pet des matumsi, weer i, vis doekoe, zet het op je gezicht. Dus dan praat ik even met ze, maar thuis ook. We preken nou allemaal dezelfde preek. Ik ben voorzichtig ook met mijn kinderen, als ze op bezoek komen.
zal ik altijd even vragen, weet je, wat hebben jullie gedaan vandaag? Zo. Waar ben je geweest? Met wie heb je ben je in contact gekomen? Ja. Omdat je niet alleen hun wil beschermen, voorkomen dat ze het krijgen, maar je wil ook voorkomen dat ze het naar huis terugbrengen. Juist. Wij zijn risicogroep, man en ik zijn beide. Ik blijf het zeggen, al lijkt u dat niet op. Maar we hebben ook onderliggende chronische aandoeningen. Okay. Dus wij zijn dus echte risicogroepen, waardoor je leert, ook met vrienden, familie. Dus we hebben nou zo een routine opgebouwd, dat als iemand op bezoek wil komen, dan is het even, hey, tante Ferry, wat about, zijn jullie thuis? Ja. Ik heb even iets en dan kunnen we even praten. Dan kan je beslissen, okay, kom maar. Of je zegt, zullen we uitstellen met 2 weken? Dus dat is voor ons nou de normalcy geworden. Ja. Maar dat is wat we doen. Maar als je kijkt naar Paramaribo, wat ik belangrijk zou vinden, is om dan te weten, okay, als we dan weten, Paramaribo steekt nou met kop en schouders uit, boven alle andere gebieden. Ja. Wat weten we? Waar zijn ze? Hoe zijn ze besmet geraakt? In welke locatie is het? In de openbare gelegenheden geweest, is het in een gesloten gelegenheid geweest, waardoor je ook gericht interventies kan geven. Gericht adviezen kunnen geven, want bijvoorbeeld stel dat van al deze mensen in Paramaribo het blijkt dat de grootste groep een gemeenschappelijke plek had waar ze zijn geweest, dan ga je gericht jouw interventies op die plek richten. If it is all over the place, dan betekent het dat je misschien iets gaat moeten doen aan controlemaatregelen, waarbij je de verantwoordelijkheid niet alleen moet leggen bij de personen, maar waarbij je de verantwoordelijkheid moet leggen bij de gemeenschap. Okay. Ik moet durven zeggen aan mevrouw Boetius bijvoorbeeld, kunt u een stap verder naar achter maken, sta niet te dicht op Precies. me. Of iemand zou aan mij moeten kunnen zeggen, mevrouw, u hebt uw masker niet op. Ja. We moeten vrij zijn zonder bedreigd te zijn om dat met elkaar te doen. Maar wanneer we op straat zijn, zijn we op straat om een reden. Dus of het nou is dat je in de bus komt of dat je in een winkel gaat, er moet een controle zijn van die aard dat je mensen helpt om het gezond gedrag te hebben. Absoluut. Dus als ik naar die cijfers kijk, dan zou ik een beetje meer willen weten van die cijfers. Ik zou wat achtergrond willen hebben. Ja. En dan kan je gericht je interventies ook hebben. En je voorlichtingsprogramma's ook echt richten. Want het kan ook zijn dat mensen denken, oh ja, in mijn district geen positieve gevallen de laatste tijd, dus ik kan lekker gaan feesten. Ja, nee. Dat moet ook niet het kijk, geval zijn. Kijk, laat me ook een voorbeeld geven. En het is een onwetenschappelijk voorbeeld. Bij verschillende persconferenties hebben jullie horen praten over het nummer R. Ja? We gaan daar niet over praten. Maar R geeft aan de uitgebreidheid van de outbreak en waarop je moet anticiperen, wat het zou kunnen betekenen. Okay. Er is een eenvoudige manier om als persoon je te kunnen realiseren hoe ernstig het is in het land en in een bepaald gebied. En sommige landen rekenen met de factor 10, andere landen rekenen met de factor 25. Ik zeg, best case scenario is factor 10, worst case scenario factor 25. Wat betekent dat? Ja. Als ik nou kijk naar Paramaribo, en je ziet Paramaribo 43 gevallen, toch? Dan in een best case scenario, dit zijn de mensen die positief getest zijn. Ja. Dat betekent dat deze mensen in beeld zijn gekomen omdat ze een klacht hadden. En iemand heeft gezegd, oh, als je die klacht hebt, moet je getest worden. Ja. We weten dat er een heleboel mensen nog rondlopen zonder, die geen symptomen hebben. Ja. Of op het moment dat die ene persoon getest is, hebben ze nog geen symptomen. Ze gaan ziek worden. Maar op dat moment hebben ze nog geen symptomen. Is een grote groep. Dus als je een klein beetje voor jezelf zou willen weten, oké, maar om in sma zou wakkananga asiki da uno sabi. Dan kan je zeggen, best case scenario factor 10, dan weet je dat er waarschijnlijk 430 in Suriname, Paramaribo rondlopen. Oh, dus dat is en een factor 25, oh, okay. Dan doe je 43 maal 25,
dan weet je, en dat is de worst case scenario. Okay. Ja, dus ja. Dat is de gedachte die je moet hebben als je, wil weten, maar hoe erg zou het kunnen zijn? Want dan zouden we hier kunnen staan en dan zou misschien één van ons zo werkelijk besmet kunnen zijn zonder dat je het weet. Ja. Want als je niet weet waar die mensen besmet zijn, je weet wel, het is Paramaribo, maar die persoon is geweest naar de markt, is geweest naar die winkel, heeft in een bus gereden, heeft dit gedaan, heeft dat gedaan. Is bijna onmogelijk om te zeggen daar. Ja, maar dan ja. moet je weten hoe ernstig. U vroeg toen we even in het voorgesprek zaten, ja. had u het over paniek? Mm-hmm. Moet niet in paniek raken, maar je moet wel zeggen, hé, wakti. Als ik dat ding zie en ik vermenigvuldig het met een factor 10 of 25, dan weet ik wel dat ik voorzichtig moet zijn. Oké, maar niet in paniek? Paniek is nooit goed. Hmm. Paniek is nooit goed. Je moet alert zijn, je moet voorzichtig zijn, je moet het versnellingspedaal indrukken om versneld jouw implementatieactiviteiten uit te voeren. Paniek is niet goed. Oké. We hadden het net over de president en hij heeft gisteren aangekondigd dat eigenlijk die maatregelen iets wat verder verscherpt zijn. Ja. Want hij is nu van 9 uur naar 8 uur. 8 uur. Want we zagen dat mensen zich niet hielden aan het uitgaansverbod. Heeft u als wetenschapper, als ex-director van CARVA, heeft u enig idee waarom mensen dat doen? Zeg het gedrag. Niet echt. Wat? Gedrag. Nee, ja. maar ik zeg het misschien een beetje simplistisch, mm-hmm. maar dat is het. En laat me teruggaan naar mijn allereerste intrede in de publieke gezondheidszorg als programmanager voor chronische aandoeningen. Daar hebben we geleerd, en het is echt ingedrild bij alle trainingen, dat je liever iemand vanaf het begin goed gedrag kan aanleren, dan dat je gedrag moet afleren en nieuw gedrag moet aanleren. En het is hetzelfde principe wat we nu hebben. Ja. We zijn sociale mensen. Hmm. Als sociale mensen wil je sociaal verkeer. Toch, iemand die geïsoleerd leeft, wordt depressief. Ja. Vandaar dat het mental health gedeelte bij COVID wordt weinig over gesproken, maar het is zo belangrijk. Ja. Mensen die eigenlijk een beetje panisch raken worden, ja. Ja. omdat ze, ja, je raakt geïsoleerd. We zijn sociale wezens. Mm-hmm. Miwan Bossi, Miwan Brasa. Ik ben een Brasa lobby. Mm-hmm. Ik hou van mensen Brasa geven. Ik heb in de afgelopen paar maanden heb ik eigenlijk alleen mijn kinderen en mijn kleindochter. Niet eens mijn broer, mijn schoonzus. Geen Brasa. Dus u heeft het eigenlijk bijna afgeleerd. Je leert het af om mensen Brasa's te geven. Mm-hmm. Dus we zijn sociale wezens. Dan moet je ook niet vergeten dat niet iedereen woont in een riante omstandigheid dat je alle luxe om je heen hebt om thuis gezellig, riant, geïsoleerd te zijn. Absoluut. Niet iedereen heeft dat. Mm-hmm. Dus omdat we sociaal gedreven zijn, ga je dat sociale opzoeken. Mm-hmm. Is niet goed te praten, maar het is wel te begrijpen. Okay. En als je dat begrijpt, dan denk ik dat we gerichter, en daarvoor hebben we echt meer mensen nodig die gedragswetenschappers zijn, die ons dan moeten kunnen helpen. En health educators, laten we niet vergeten. Soms vergeten we die groep van health educators. Gedragswetenschappers en health educators die ons kunnen helpen om te zeggen, oké, als dit gedrag afgeleerd moet worden en ander gedrag aangeleerd moet worden, telling één training. Niet omdat ik je zeg dat je iets moet doen, ga je het doen. Mm-hmm. It doesn't work like that. Mm-mm. Zeggen is niet dat je iemand traint. Je gaat het moeten zeggen. Dat betekent dat die persoon het moet weten. Maar vervolgens ga je die dingen moeten doen om die mensen te helpen dat ze het gewenste gedrag gaan vertonen. Dus die groepen, ik ga dit niet aan doen, want Mibo doet het aan doen, want die trangen aan Jesse. Oké. Als je tand op straat die nu na bakken aan Jesse. Dan sluit ze op of zo. No. Of boetes. Maar er moeten echt sancties komen. Denk boetes. Ik. Mm-hmm. Boetes. Want ik sabi, mi leg je uit, ik kan zien. Kan de ene tek voor leren, maar je doet. Juist. Dus nou, one in one. Nou, one in one. En soms na prefoer je profoer. Aha, en te je prefoer me dan. Dan mag je ook wel boute taal spreken hoor. Absoluut. Dus ik was echt blij toen ik hoorde dat er ook sancties zullen komen. Maar tegelijkertijd moet je ook rekening houden met mensen helpen om hun woon- en leefomstandigheden te kunnen verbeteren. Ja.
Hoeveel mensen wonen niet bij elkaar omdat ze geen huis kunnen kopen? Hoeveel mensen hokken niet in één omdat ze niet hun eigen plekje hebben? Precies. Dus je moet je de woon- en leefomstandigheden van de mensen en daarna Maar COVID is here to stay aan Egwe. Zeker voorlopig niet. Ja. Dus je moet mensen helpen dat ze lekker kunnen vertoeven in hun eigen woon- en leefomstandigheden. Maar dan blijven ze inderdaad ook thuis. Dan, Okay. Dus belangrijk is praten met de mensen, ze aangeven waarom die maatregelen er zijn. En als ze niet willen luisteren, dat je pas sancties doet. En ik zou zeggen, één wat we ook zouden kunnen overwegen, maar dat is, kijk, het alles valt en staat met geld en menskracht, gaan mensen zeggen als ze me dit horen zeggen, is groepen die ook surveilleren. Dus de politie is er om orde te handhaven. Maar de politie was vroeger mijn beste kameraad. Dus in plaats van je op te pakken en je te beboeten, zouden we ook kunnen overwegen, ik zeg niet dat dat moet, maar het is een suggestie van mijn kant, om, we hebben grote korpsen politie, we hebben militairen, train ze om gewoon in de buurt te gaan lopen. En te praten. Takka na den boy. Zorg ervoor, of niet alleen jongens, jongens, meisjes. Ja. Ga praat met ze, leg die uit. Ja. Weet je? Ga en praat met ze zoals zij gewend zijn te praten. Nou, go dat je straf ding of wat. Als ze dan niet luisteren. Dus misschien het omzetten van een protocol in een procedure, standaard operating procedures. Dit zijn dingen die we zouden kunnen overwegen om mensen te helpen om het gezonde gedrag, dus, het gewenste gedrag. Deze groepen van jongeren of ook hun eigen standaard operating procedures te laten hebben. Dan weten ze, hey, dit is naar mijn procedure, ik moet dit doen, ik moet... En dat hoef je het niet zo te noemen. Ja, toch? Je hoeft het ook niet op papier te geven. Maar het is juist mooi toch om ze belangrijk. Die kan ik kwam, isap toch? Een soort gedragskaartje. Petit de zakken. Zo van, weet je, je bent met een groepje gegaan. Misschien een mixgroepje met een politie, een militair, een brandweerpersoon. Je hebt met die jongens gesproken, die meisjes gesproken. En dan kregen ze een kaartje. Zo van. Nou, we hebben gezien, het aantal gevallen blijft stijgen. Ja. Hoe kijkt u naar de toekomst? Ik ben een geboren optimist, maar ik ben ook een ernstige realist. Zolang de stijging blijft en we niet gaan naar het vervlakken, dus je niet een plateau begint te bereiken, is het zorgelijk. Is het erg zorgelijk. Dus wanneer je maatregelen gaat verscherpen, betekent het niet dat je rustig achterover moet zitten en zeggen, even op adem komen, want ik heb zo hard gewerkt. Nee, juist dan moet je het versnellingspedaal indrukken en zeggen, wacht even. Even verscherpen, maar laten we ervoor zorgen dat alle maatregelen, alle sectoren, want we hebben het nou gehad over communicatie en de media. Ja. Maar hoeveel sectoren hebben we niet in Suriname? Precies. Alle sectoren moeten voorbereid worden om de protocollen die er gemaakt worden te kunnen om te zetten in de standaarden. De standaarden voor die sector, met de procedures die je moet handhaven. En dan kan het bij de ene met een checklist, de andere kan vanuit een ander kanaal. Je kan bijvoorbeeld per sector kan je een COVID-inspector of something benoemen. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar we moeten nu naar implementatie en het hebben van gewenst gedrag. Awareness blijft doorgaan, maar we moeten niet meer focussen op awareness. Opsa watra dati. Nu is gewenst gedrag. Gewenst gedrag. Nou, mevrouw Asin Oosburg, heel hartelijk bedankt voor wederom uw komst naar de studio. Volgens mij, net als Ruben Del Parado, gaan we u straks tot een vast panellid maken. Heel bruikbare informatie. En bedankt voor onze standaardprocedure. We zijn heel blij ermee en dan kunnen we dat nu echt toepassen. Elke keer als we graag een programma gedaan. Hebben. Heel hartelijk bedankt en be safe. Ja. Kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van ATV COVID-19 Update. U heeft het gehoord. ATV heeft als eerste mediahuis al een protocol, een standard procedure. Standard operating procedure is het SOP of standaard procedure waarmee we werken.
Dat betekent dat we vanaf we een gast uitnodigen al aangeven wat onze richtlijnen zijn en wat de persoon kan verwachten. En als de persoon hier binnenkomt, dan worden die richtlijnen toegepast. En dat is allemaal omdat we met z'n allen gezond willen zijn. Want we horen de laatste tijd te vaak ministeries gesloten, instanties gesloten, omdat iemand daar positief getest is. Misschien kunnen we met deze standaardprocedure dat alles voorkomen. Blijf gezond, houd u aan de maatregelen en als er een uitgaansverbod is, hou u eraan, hoe zwaar het ook is. Het is voor ons aller gezondheid. Nou, we zijn er donderdag weer met een andere aflevering van ATV COVID-19 Update. U kijkt dan ook. Tot dan. Goeiedag.